Hallo, hallo iedereen en welkom bij weer een nieuwe vlog op mijn YouTube kanaal. Het is vandaag, ik moet echt nadenken over de dagen, zo erg. Donderdag, ik ben naar kantoor geweest, ik ben net terug, het is 1:30. Ik heb een kleedje aan wat van mijn zus was. Een beetje te kort was voor haar, maar voor mij is het ook redelijk kort. Maar het lukt nog wel. Gisteren hebben we het nieuws gekregen dat de corona verlengd wordt. De coronamaatregelen en de lockdown verlengd wordt tot 3 mei. Ik vrees zelfs dat het nog iets langer gaat zijn, maar we zullen wel zien. Hopelijk niet. En dat alle festivals niet doorgaan. Hey Muffin! En daar baal ik wel van, want onze reis, ja, we zouden eigenlijk in juli nog op vakantie gaan, Niels en ik. En dan in augustus nog naar Ibiza met Celine, Nick en Noah. Dat gaat allebei niet doorgaan. Mijn reis natuurlijk bij Pasen is al weggevallen. Plus, nu gaat Pukkelpop ook nog eens niet door. Dus de vakantie gaat, ja, heel anders worden. Maar we gaan er het beste van maken natuurlijk. Ik vrees ook dat de restaurants en de cafés en zo nog toe gaan blijven. Tot na de vakantie. Vrees ervoor. Dus we zullen zien. We gaan er het beste van proberen te maken. Wij gaan thuis vertrekken naar Niels. Omdat daar ook weer een heel deel post en rekeningen zijn aangekomen. Dus die gaan we daar betalen. En ophalen en zo. Want ja, dat moet natuurlijk ook gebeuren. De rekeningen lopen gewoon door, spijtig genoeg. En ja, dan zullen we zien wat de komende dagen weer brengen. Ik ga vloggen. Ik weet nog niet wat er te gebeuren staat. Maar we zullen zien. Bol.com is net langs geweest, want ik had 2 boeken besteld om te lezen. Ik ga je laten zien welke. Deze is Crystals Rock. Dat is eigenlijk een moderne gids over kristallen. En die had Joyce van Joyfee had me die aangeraden. Ziet er echt super, super, super tof uit. Dus ik ben heel benieuwd om die te lezen. En ook deze had Joyce aangeraden en die is van Rens Kroes. En het is met mind and body rituals, powerfood en tips voor een bewuster leven. En dat is de lifestyle gids van Rens Kroes. Dus ook hier ben ik heel benieuwd naar. Ziet er een tof boek uit. Hier zijn we weer. We zijn in geel. Niels is binnen. Al zijn administratie en zo aan het doen. En ik had geen bikini bij. Ik was die vergeten. Dus ben ik hier in geel in de Alma binnen gegaan. En daar hadden ze bikinis. Dus ik heb deze gekocht. Ik vind hem nog wel oké. Niet de mooiste bikini, maar ook niet de lelijkste bikini, vind ik. Dus ik ben er nog wel blij mee. Ik ga nu beginnen lezen in mijn boek van Rens Kroes. En of course, een rozeetje drinken. Jullie vroegen mij trouwens bij mijn vorige vlog massaal waarom ik, hoe ik zo snel bruin zie en zo. Ja! Oké, ik weet niet meer wat ik aan het zeggen was, want de buurvrouw die zwaaide en die begon te babbelen. Maar dus, jullie vroegen hoe ik zo snel bruin word, maar ik bruin gewoon het algemeen heel snel. Ik heb gewoon een huid die heel snel bruin wordt, dus daar kan ik niet veel aan doen. Van zonnecrème ben ik de laatste tijd dit aan het gebruiken. Dat is eentje van Niels. Dit is de Byron Bay Australia Factor 15 met 10 Activator. Dus nee, daardoor. Ik mag mijn geheimen niet verklappen, hè? Niels zegt dat ik zijn geheimen niet mag verklappen. Maar dus bij deze. Ik denk, ja, door die 10 Activator dat je sneller nog bruin wordt. En dat is trouwens ook hydration. Dus ik weet nu niet per se als ik meer bruin als anders hiermee. Want ik bruin sowieso snel. Maar ik denk het wel. Zelfs niet waar zijn, dat is allemaal puur van mij een Byron Bay. Ja? Denk je dat dat daardoor komt? Maar je ziet dat toch aan mij zeker. Dus van waar heb je die trouwens? Geen idee. Nee?
Echt, dat weet ik maar niet. Ik weet zelfs, ik weet niet of je dat kunt kopen hier in België of zo. Maar ja, want er staat er toch in het Nederlands als eerste op. Dus je zult die wel hier hebben gekocht, ergens in België. Zou kunnen. Maar dat is Niels zijn geheimen voor de Perfect Tan. Waar gokt je? Ik denk het Zilvermeer, denk ik. Zilvermeer en Mol? Ik denk het wel. In dat, voilà, in dat shopje. In Mol gebruiken ze dus dit, hè. Niels zijn geheim voor de Perfect Tan, hè. Allemaal in dit busje. En ik heb het nu verklapt. Sorry. Doe me het al, hè. Ik wist het, hè. Ondertussen is het avond. We hebben eten besteld. Ik heb pasta vongole besteld bij Valt in Geel. Niels heeft een hamburger en zo patatas bravas, maar de hamburger ziet er echt goed uit. Ja, maar ik zal het zelfs te goed laten zien. Niels is nog even in de douche. Dus we gaan lekker eten. Wat is dat, spek? Dat was met spek en geitenkaas. Amai, het ziet er wel heel goed uit. En mijn ook wel. Ik moet zeggen, de vongole ruikt super lekker. Zoals vongole moet zijn, super vers. Yummy. Ondertussen de volgende dag. Vandaag hebben we zo goed als niks gedaan. Niels heeft FIFA gespeeld. Ik heb vlogs gekeken. En dat is het. En nu ga ik de zetel ommaken naar een bed. Dan gaan we frietjes halen. En dan gaan we Casa de Papel vandaag uitkijken, denk ik. We hebben nog 2 afleveringen. Ja. Woehoe! Food is here! Yummy, yummy, yummy! Milky wil ook weer, zoals altijd. Als het maar eten is, hè, Milky. Ik heb frietjes, stoofvleessaus, frikandel speciaal, bitterballen, gij frikandel speciaal, kipcorn en chicken nuggets, hè? Nee? Friet speciaal. Friet speciaal. Ah, friet. Oei, sorry. Smakelijk. School. Mijn familieke helemaal in de zetels, hè? Nu kunnen we allebei zo liggen. We zijn daar. Milk hier, hè, Milk. Oh, Milk. Wat weet je? Rustig, Milky. Rustig, jongen. Milky, het is oké. Moet je baardje niet zo hard lekken. Het is oké. En ik heb van mijn liefje een kettingje gekregen met de N. Ik ben super blij ermee, ik vind het super mooi. En ook nog een oorbelletje. Dit. Ik weet niet of jullie het goed zien. Ook super cute. Dank je, ja, baby. Oké, wij gaan slapen. Het is avond. Ik herinner me echt niet meer wat ik in deze vlog heb gefilmd. Ik denk niet superveel. Dus hopelijk vonden jullie het toch leuk om te zien. Het hoogtepunt van vandaag, de frietjes. De frietjes heb ik gefilmd. En mijn boeken heb ik ook nog gefilmd en zo. Trouwens, het boek van Rens Kroes, ik heb het nog niet uit. Maar het is wel tot nu toe echt heel goed en heel leuk om te lezen. Het is wel een aanrader. Maar als ik het uit heb, dan zal ik wel meer erover zeggen wat ik ervan vond. Oké, slaap wel iedereen. Slaap wel, mister. Slaap wel. En dan zien we jullie snel weer. Oh,